Feel a shawty, if your shawty better get your shawty. I might smack a bitch. Hey, hey, what's good? Het is Pannen Steven Vechten en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Oké, jongens, dus vandaag heb ik echt iets heel bijzonders. Ik heb weer, geheimen van meisjes. Wie zie die fixen? Oké, vandaag heb ik dus weer geheimen van meisjes en dan denk ik van... Yo Steven, jij bent een jongen, hoe kom jij nou aan geheimen van meisjes? Jij bent echt koning Steven, hoe doe je dat? Nou, dus je weet, ben ik die gekke baller. En dan denk ik van, yo Steven, maar hoe kom je nou eigenlijk aan die geheimen van meisjes elke keer? Hoe doe jij dat? Het is niet zo moeilijk, ik heb vandaag in mijn Instagram vooral gezet van... Wat zijn de geheimen die meisjes doen op Instagram? En toen hebben jullie allemaal gereageerd, dus dat is kapot handig. En we gaan nu beginnen naar de allereerste. Dus let's go. Crazy. Een quote zetten. Nee, een quote bij een foto zetten. Om duidelijk te laten merken dat er wat aan de hand is. Oh, dus daarom zetten al mijn exen neer van. Ugly boys. Ugly too. Maar oké, ik heb best wel vaak gezien dat dus meisjes allemaal van die dingen in hun verhaal zetten. Echt van, life is hard, but it gets every time better. Weet ik veel, zulke domme dingen. Maar dat is, oké. Dat vind ik wel heel leuk. Oké, dus elke keer als ik zoiets zie, is er wat aan de hand met een meisje. Dus dan is het dus ook echt. Want dat klopt wel, want soms als het uit is of zo met iemand, staat er ineens in een bio of in een foto ineens van, boys are dicks and they have no dicks. Fuck, ik ga geen quotes bedenken, want ik ben er niet zo goed in. En nummer 2 is SVS. Vooral heel veel screenshots doorsturen naar onze beste vriendinnen en kapot veel haat gooien over wat we die screenshots Dat. Zo kan je toch niet zijn, man. Nee, maar, oké, dat snap ik wel. Dat doen jongens soms ook wel. Als een jongen die echt lelijk is en die ineens denkt van... ik ben die gekke man. En dan, weet je, maak je screenshots en dan denk ik van... wat een sukkel. En dan zegt hij allemaal, ja, wat een but. En ja, dat is van... Uitleggen is ook al niks voor mij. Mooi. Oké, en de volgende is een tweede act aanmaken om iemand in de gaten te houden. Hè? Waarom kan je diegene gewoon niet in de gaten houden met je eigen account? Want, laat het even achter in de reactie, want die snap ik niet. Doe even hier in de reactie. Ik snap het wel, maar ik snap niet waarom je gewoon niet je eigen account gebruikt. Want waarom maak je een extra account daar? Als meisjes met iemand fix hebben, gaan ze een nieuwe foto op Insta plaatsen om te kijken of hij die foto liked. Nou mevrouw, zou ik jou vertellen, dat heb ik ook wel een keer gedaan. Want ik wil gewoon kijken of ze mijn foto wel echt leuk vond, want ik vond haar ook leuk. En dat vond ze, maar het werd niks. Oké, jongens, mijn Instagram is steven.vechter, laatste official. En de allereerste die onder mijn nieuwste foto reageert, is... Oké, als ik zo doe, gebeurt er echt iets heel bijzonders. Auw. Nog een keer. Dat was niet de bedoeling. Oké. Vond jij deze video nou leuk? Zorg er dan zeker voor dat je liked. Kunnen we vandaag de 1500 likes halen? Dat zou echt super zijn. En ben jij nieuw? Zorg er dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden en druk dan ook meteen op een belletje. Want dan ben je altijd up-to-date voor deze dit hoofd. En dan zie ik jou en je leuke koppie weer later. En dit zijn nog de video's die ik kan bekijken. Die...